Goedenavond allemaal. Welkom bij een nieuwe live uitzending. Op de dinsdagavond. Ik ben ietsjes eerder dan de andere dames. Dus ik kijk gezellig mee. Ik wacht even totdat iedereen mij gevonden heeft. Dat iedereen weet dat we al van start zijn gegaan. En dan gaan we zo meteen beginnen. Nou, vanavond... Ik had jullie al een klein beetje gewaarschuwd. Een onvoorbereide live. Het is me niet gelukt om dingen voor te bereiden, uit te werken. En dat maakt helemaal niks uit. Het wordt gewoon lekker een kliedenavond. En we gaan samen de producten bekijken. We gaan samen gewoon proberen iets leuks ervan te maken. En wordt het helemaal een creatie? Waarschijnlijk niet. Ik denk dat ik vanavond eens een keer weer wat anders ga doen. En dat ik gewoon eens even ga kijken om gewoon wat leuke achtergrondjes te maken. Om te gaan spelen met de producten. En dat het gewoon min of meer alleen een beetje, ja, een ontdekkingstochtje wordt. En we gaan het wel zien. We gaan gewoon een leuk creatief uurtje ervan maken. Wordt vast wel leuk. Eind van deze week ligt er van Hazel een nieuwe collectie in de winkel. En dat is de Nature's Dream deel 2. De eerste collectie die is al eerder uitgekomen. Ik zal daar straks nog een paar producten van laten zien. Want het is namelijk heel erg leuk om de oude en de nieuwe collectie met elkaar te combineren. Maar goed, daarover later meer. Nou, waar gaan we mee beginnen om even alles te laten zien? Nou, er komt een paperpad uit... Een die-cut paperpad met meer dan 390 elementen erin. Nou, dit is allemaal die-cut. Daarin zitten dus ook leuke tekstquotes. In een beetje een paars thema. Nou, het is een beetje paars, bruin, groen. Hele mooie kleuren. Ik hou er wel van. Nou, daar zitten onder andere van die leuke Polaroids zitten erin. Leuk om daar weer plaatjes achter te verwerken. Er zitten tickets bij. Boeken zitten erbij. Hele mooie bloemen. Die kunnen we eventueel ook nog weer uit gaan knippen. Er zitten vlinders bij. Er zitten allemaal van die leuke... Die droogbloemen bij. Waar je ook zo'n leuke waxziel weer bij kunt gebruiken. Er zitten wat vogeltjes bij. Er zitten nog meer bloemetjes bij. Nou, dat is het die-cut blokje. Dan zit er een heel gaaf paperpad bij. Die is op 20,5 bij 20,5. En ook weer hele mooie tinten. Nou, hier kan je ook gewoon lekker op gaan stempelen. Misschien dat we dat straks ook nog wel even kunnen doen. Dat we gewoon gaan zeggen van, nou weet je, dat papier kunnen we ook nog heel mooi gaan bewerken. Hele mooie paars tinten. Hier nog meer groen erbij. Ook voor collage art zijn dit ook weer hele mooie basisachtergronden. Hele mooie bloemen hier weer in verwerkt. Het stenen muurtje. En deze nog. Een mooie paarse. En dat was het papier. Dan hebben wij... even kijken, dat leg ik even apart. Een stans van een Polaroid. Een stans met een stempel erbij. Die heb ik nog niet uitgewerkt. Dus dat komt nog. Dan zijn er twee embossingfolders. En die embossingfolders, één met vintage stones... En één met allemaal bloemen. Nou, die vintage stones, die heb ik wel eventjes voorbereid. En kijk eens hoe ontzettend gaaf. Die heb ik zelf met distress oxide heb ik dat op kleur gebracht. En ik heb er een beetje goudwax overheen gedaan. Nou, daar kan ik nog een mooi kaartje van maken. Dat komt TZT. En ik heb die droogbloemen ook alvast even door de machine gehaald. Om jullie te laten zien hoe het eruit komt te zien. Maar die moet ik dus nog op kleur gaan brengen. Dus dat zijn de twee embossingfolders. Die steentjes die kan ik jullie ook zo nog wel even laten zien. Zo zijn ze als je ze gewoon wit hebt. Dan hebben we nog twee stansmalletjes in deze serie. En dit is een stansmalletje. Een mooi hoekje wat je ergens uit kunt stansen. Een bloemetje. Zo'n takje, zeg maar. En een los bloemetje. En we hebben deze
Nee, dit is een gewone embossing folder en geen 3D embossing folder. Dus deze kan door alle gangbare stansmachines. Dan hebben we deze mooie basisstans. Dat dit is een A6 kaartje. En daar komen die bloemetjes aan de zijkant mooi weer uit. En daar kun je in het midden kun je ook van deze een leuke label weer maken. Even kijken, volgens mij waren ja, er is nog een stansje. Dat is ook een bloemensetje en de tekst Nature Blooms. Klein labeltje erbij en een mooi silhouet. Dan is er een malletje om een tasje te maken. Dus dat is een mooi tasje wat in 3D is. Daar kan je ook een cadeautje in stoppen. Dan hebben we nog twee mask stencils. Stenen muurtje en de mooie bloemetjes. En ja, ik ben zelf helemaal weg van de stempels. We hebben deze stempel. Ik moet even kijken met de verlichting of het gaat. We hebben deze stempel. Deze met diverse leuke bloemetjes. Deze vind ik ook ontzettend gaaf. We hebben deze. Nou, die letters, die vind ik helemaal te gek. En deze heeft ook weer mooie vogeltjes. Die heeft stipjes, die heeft spetters. Ook weer van alles. Ook leuk om dit in combinatie met embossingpoeders te gaan doen. Maar goed, wegens tijdgebrek heb ik dat nog niet voorbereid. En dat komt allemaal. Nou, als jullie zometeen een springende kat voorbij zien komen. Hij zit heel erg te loeren op mijn hobbykamer of op mijn hobbytafel en hij wil al een aantal dagen eigenlijk bovenop de kast springen, dus ik vermoed dat hij vanavond wel een keer springt. Zoals ik net al zei, de Nature's Dream collectie, dit is nummer 2, maar nummer 1 die had ook hele mooie stempels en ik ga daar wel een combinatie van maken. En wat het straks gaat worden, weet ik nog niet. Maar kijk, zien jullie deze? Die stenen, die zijn er nu dus ook gekomen in het embossing foldertje. Dus hoe leuk is het om dat te gaan combineren? Dus we gaan even zien wat het gaat worden vanavond. Ik heb het in ieder geval in de buurt liggen. Nou, daar gaan we vanavond mee beginnen. We beginnen gewoon om even een achtergrondje te maken. We gaan deze keer gewoon op papier zelf even een achtergrond maken. En er zijn heel veel verschillende manieren voor. Ik ga denk ik 2 verschillende manieren even proberen. Als eerste pak ik een acrylblokje. Even kijken, ik ga even kijken welke maat dit is. Dit is ongeveer 6 bij 11 centimeter. Ik had gezien dat de kleurtjes Walter Violet, Evergreen Bow en even kijken, ik had er nog één. Niet de Iced Spruce. Hé, waar is dat kleurtje gebleven? Heb ik die nou opgeruimd? Nee, was wel de Iced Spruce, denk ik. Oh nee, ik zie hem. Ik heb hem hier. Deze 3 kleurtjes, de Evergreen Bow, de Walted Violet en de Speckled Egg, vond ik wel een leuke kleurencombinatie bij elkaar. Nou, die passen wel bij deze collectie. En we gaan gewoon even als allereerste beginnen om een achtergrond te maken. Nou, achtergrondjes maken kan je op 1001 verschillende manieren. Ik heb nu aquarelpapier van Vasen Creative. Ik heb een beetje Distress Oxide Walted Violet op mijn acrylblok gedaan. En ik ga met dat acrylblok een beetje de kleur zo aanbrengen. Nog een klein beetje water erop. Weet je, je kan de achtergrondjes nooit hetzelfde maken. Dus het is gewoon een beetje spelen. Soms als je het er even een beetje in legt,
Dan krijg je gewoon ook weer verrassende effecten. Dit is de eerste kleur. Ik ga dit heel iets droog feunen. En dan kan het volgende laagje eroverheen. En dit wordt gewoon puur even een kliederachtergrond om daar overheen straks weer te kunnen gaan stempelen en met de maskstencils. Je kan dit ook met een jellyplay doen. Je kan met een breien kan je de inkt aanbrengen. Weet je, het kan op zoveel verschillende manieren. Deze kleur poets ik er even af. En ik ga voor de kleur Evergreen Bow. Als ik met de hobby bezig ben, dan werk ik altijd gewoon echt met een föhn die ook... gewoon echt een heat tool, zeg maar. En nooit met een gewone föhn. De kleur Evergreen Bow doe ik er een beetje overheen. Dan krijg je lekker een beetje een vintage effect. En het voordeel van met zo'n acrylblok werken is dat je wel een beetje gecontroleerd de kleur aan kan brengen. Kijk, en doordat het een beetje mengt, dat paars met dat Evergreen Bow, krijg je weer een ander effect, ander kleurtje. Ik wil de achtergrond niet te donker maken. En het kan best zijn dat ik hier straks kleine ATC'tjes van ga maken. Of twee A6 kaartjes. Of dat ik kleine gedeeltes ga gebruiken. Dat ik er weer postzegels van ga maken. Weet je, er zijn zoveel mogelijkheden. De speckled egg vind ik ook een leuke kleur erbij. Dat is net weer ietsjes bruiner. Hella, we zitten nu in de groep van Studio Light. Dus daar hebben we het niet over de Copic markers. Dat is gewoon een heel ander ding. Dan moet je even bij de winkel zelf even die vraag stellen als je wil. Dan houden we het iets overzichtelijker. Want anders dan hebben we straks alles van alle merken hier en dat is niet de bedoeling. Dus als je dat zou willen, heel graag. Ik heb nu inderdaad een heat tool van de Wauw. Er zijn van allerlei merken zijn de heat tools. Je hebt van de Wauw met twee standen, van Fasten Creative heeft verschillende standen. Je hebt embossingfeunen met gewoon één stand. Weet je, kijk ook even wat binnen jouw budget past. Ik vind zelf dit gewoon een hele fijne. Maar kijk gewoon even wat, wat jij eraan kwijt kunt. Ja, dit is even één achtergrondje. Dit is gewoon alleen al even de basis. En daar gaan we straks weer wat op maken. In diezelfde kleurencombinatie wil ik nog even een achtergrond gaan maken. Maar die gaat weer totaal anders worden. En daarvoor pak ik, als ik hem kan vinden, eventjes mijn brayer. Want ik wil ook nog een hele lichte achtergrond. Want dan komen mijn maskstencils straks weer wat mooier uit. Nou, ik wil gewoon een beetje een grunge-achtergrond, dus even wat kleur aanbrengen. Daar doe ik ook die Evergreen Bow weer iets overheen. En we willen een klein beetje paarse accenten. Dit kunnen we natuurlijk ook een klein beetje met water weer gaan vermengen.
doe ik niet te veel. Maar gewoon een klein beetje, zodat dat toch weer een beetje een aquarelachtergrond gaat worden. Dat de inkt wel een beetje oxideert, maar dat het wel gewoon niet al te druk aanwezig is. Dan hebben we straks al twee achtergrondjes waar we weer op verder kunnen werken. Ja, jullie mogen gerust die vragen allemaal stellen hoor. Maar als het echt over bijvoorbeeld Copics en wanneer je die bij winkels kunt pre-orderen. Zulke vragen kunnen beter gewoon even bij groothandels of bij de betreffende winkels gewoon stellen. Maar dingen over basistools zoals feunen en zo, ja, dat mag gewoon hier in de groep wel. En weet je, we zijn ook niet zo beroerd en we zijn er ook niet heel erg strikt in. Maar we moeten gewoon proberen om het een beetje overzichtelijk te houden. Maar we zijn er uiteraard om elkaar zoveel mogelijk te helpen. Ik zie het reactie van Stephanie Huisman. Zoals een heatool en een slijmpistool. Nou, ik hoop dat je een lijmpistool bedoelt. Een slijmpistool, dat denk ik dat ze een beetje heel veel bende geeft op onze kaarten. We krijgen wel unieke creatieve creaties van, denk ik. Nou, dat is altijd het leuke van onze tablets, die er gewoon zelf woorden van maken. Nou, ik wil nog eentje ook nog maken met een klein beetje gewoon alleen de inkt op de achtergrond. Of wacht even. Ja, gaan we wel doen. Dus alleen een beetje blenden zo op de achtergrond. En hoe ver we vanavond komen, we gaan het gewoon zien. Maar weet je, het is gewoon leuk om een beetje gewoon af en toe te spelen, een beetje voorbereiden, werk te doen. En dan komt het straks vanzelf wel een keer klaar. Dit is ook weer die Walted Violet. Daar gaat ook weer een beetje, even kijken. Evergreen Bow bij overheen. Ik laat ook gewoon wat stukjes nog even wit. Ik denk dat dat wel leuk is. En dan gaan we zo meteen gewoon even kijken hoe en wat verder. Misschien dat we er straks nog wat een hele andere kleur weer bij tegen gaan doen. We gaan het gewoon zien. Even kijken, een beetje van de Speckled Egg nog. Dat stenen muurtje, dat lijkt me ook gewoon zo onwijs tof. Dus in deze heb ik gewoon lekker lichtjes. Ook wat stukjes wit nog. Gaan we ook even een klein beetje sprayen. Ja, oxide reageert gewoon heel mooi op water en ik vind dat gewoon leuk om toch een beetje, ja, daarmee te spelen. Dus gewoon echt een beetje lichte achtergrondjes gemaakt. Kijk, je ziet wel, hier gaat ook gewoon de kleur er weer een beetje af. Ik vind dat leuk. Deze ga ik eventjes doormidden snijden, want daar wil ik sowieso twee kleine kaartjes van maken. Nou, dan hebben we in ieder geval twee verschillende, of een aantal verschillende achtergronden waar we op kunnen werken. Deze wat 10 centimeter, die snij ik zo. Ik ga dit even weer schoonpoetsen. En dan gaan we eens even kijken. Dan gaan we bij deze eens even beginnen met een maskstencil.
We pakken het maskstencil van het stenen muurtje bij deze. Nou, moet het muurtje per se in bruin? Nee, dat hoeft niet. Ik ga bij deze gewoon een muurtje maken met de speckled egg. Die komt hier weer een beetje overheen. Even kijken in hoeverre dat er nu vast op zit. Kijk, daar een stukje. En dat gaan we ook hier onderaan een beetje maken. Oh, dit is wel een heel leuk muurtje, moet ik zeggen. Even kijken, dan over dat muurtje kunnen we wel wat leuke spetters nog maken. In deze zitten van die leuke spetters. En die gaan we ook gewoon stempelen met die kleur Speckled Egg. Het komt een beetje ook zo weer langs de randjes. Dan even kijken. Vind ik het wel leuk om een paar van die takjes aan de zijkant te gaan doen. Waarom gebruik je de machine overdwars? Is dat beter? Nou, ik weet niet of dat beter is. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem altijd zo gebruik. En dat is niet omdat het beter is in beeld of zo. Ik denk dat ik deze zo een paar keer hier onderaan ga stempelen. Even kijken, welke inkt ga ik daarvoor pakken? Ik kan hem ook gewoon met zwarte inkt doen. En dan lichtjes ernaast in een iets, ja, gewoon lichtjes afstempelen dat hij nog een beetje grijzig wordt. Daar ook lichtjes erbij naast. En dan kunnen we hier bovenaan straks nog iets anders. En hier kan nog weer net een ander bloempje nog tussen. Even kijken, dan kunnen we deze misschien nog net daartussen weer doen. Kijk, als we die nou eens groot ertussen zetten. Ja, muurtjes, stencils. Oh, ik vind dat ook zo leuk. Dit is ook gewoon leuk om dit met bijvoorbeeld een embossingpoeder te gaan stempelen. En weet je, dit gaan gewoon even wat simpelere creaties worden. Maar dat is ook gewoon af en toe ontzettend leuk. Soms moet je gewoon even wat dingen uitproberen. Wat ik ga maken, nou, ik ga gewoon een klein beetje... ja, met stempeltjes aan de slag om proberen een leuke creatie te maken. En te kijken van, ja, weet je, wat kun je nou met deze collectie? Ja, wat zijn een beetje de mogelijkheden? Er zitten zoveel leuke dingen in. Het is gewoon een speeluurtje voor mij. Er zit een spettertje nog bij, een verfspetter. Die ga ik met de kleur Lilac Bloom doen. Die komt daar nog. En die komt daar nog. En die mag hier een beetje aan de zijkant. En daar aan de zijkant. Nou, die bloemetjes kan je ook nog accentjes geven. Met onder andere een... hoe zal ik het zeggen? Een spetterpen of iets dergelijks. Even kijken. Ik ga van deze stempel. Daar zit van dat leuke. Ja.
zo'n structuurtje in. Die ga ik ook gewoon nog even her en der een beetje stempelen. En hier kun je dan straks ook gewoon een labeltje of iets dergelijks van maken. Je kan die, even kijken, die muurtjes, kan je bijvoorbeeld ook nog leuk een accentje zo geven met een witte pen. En dat kan je bij deze bloempjes ook allemaal doen en bij die spettetjes. Dus daar kan je nog helemaal lekker mee gaan spelen. En je kan ook zeggen van, ik ga hier bijvoorbeeld zo'n Polaroid weer overheen stansen. Dus dat er een gedeelte weer, omhoog gaat komen. Dit zijn echt van die leuke stempeltjes waar je zoveel nog mee kan. Je kan ook een, misschien nog wel een leuk die-cut elementje, moet ik even kijken. Hier zaten namelijk ook van die die-cuts in, ook van die Polaroids. Ik leg het er gewoon eventjes op om te kijken of het wat is hoor. Dan hebben we een beetje een idee. Kijk, dat zou je ook zo er weer op kunnen plakken. En dan hier een strikje eroverheen. Hier een tekstje. Daar nog een kleine ticket. Moet je zien hoe ontzettend leuk. En dan zou je dat bijvoorbeeld nog weer kunnen matten. Op het mooie designpapier van deze. En kijk eens wat een leuke creatie je dan weer krijgt. Dus je kunt hiermee ook heel erg leuk weer gaan spelen. Nou, dit is gewoon even een basisachtergrondje wat ik jullie zo wilde laten zien. Dus dit ga ik gewoon later even verder afwerken. Maar ik wil gewoon even wat verschillende dingen proberen, verschillende stempeltjes laten zien. Dus we gaan ook gewoon even met een volgende aan de slag. Om daar ook nog weer op verder te gaan werken. Even kijken, bij deze ga ik nog eventjes, even kijken, daar wilde ik een ander mask stencil bij pakken. Even kijken. Weet je, ik kan ook, ja, daar wilde ik deze bij gaan pakken. Die vond ik namelijk wel leuk om gewoon lichtjes ook in de achtergrond te doen. Een paar van die bloemetjes. Dus daar komt wat. Daar komt wat. En hier onderaan komt wat. En waar ik dit straks voor ga gebruiken, dat weet ik ook nog niet. Kan best wel zijn dat dat weer collage art gaat worden of iets dergelijks. Het wordt gewoon een, echt een beetje een mixed media achtergrondje weer. Waar gewoon straks weer van alles op te zien is. Daar wil ik onder andere dan deze leuke stempel ook bij gaan gebruiken. Die stempel ga ik met de kleur Speckled Egg. En die druk ik heel lichtjes in de achtergrond weer. Kijk, dan zie je gewoon her en der zie je wat van die leuke structuurtjes weer. Die bloemetjes komen ook straks gewoon nog helemaal verwerkt in de achtergrond. Want we hebben nog heel veel stempels en andere dingen. Deze lijn komt eind van de week in de winkels. Dus jullie hoeven niet zo heel lang meer te wachten. Eind van de week is het er.
Even kijken. Wat gaan we doen? Hier gaan we later ook gewoon, denk ik, wat kleine ATC'tjes van maken. Dus ik vind het... Even kijken. Ja, weet je, ik ga hem toch gewoon weer met zwart doen. En die stempel ik ook daar. En een lichte schaduw erbijnaast. En hier kan ik ook eventueel later gewoon weer een slimline van maken, hè. Je kunt gewoon lekker een beetje gaan spelen. En dan straks gewoon bekijken wat het gaat worden. Er kunnen ook later nog weer leuke fairies op. Er zitten leuke vlindertjes in deze collectie. Ik denk dat ik hier twee halve kaartjes van ga maken. Dan ga ik aan de andere kant ga ik het ook gewoon stempelen. Dus deze stempel ik even één keer zo. En één keer zo. En daar kan dan ook weer leuk die Polaroid stans op. Of we hebben zo'n hele leuke stans die je met dat framepje eromheen. Dat is zo'n heel smal kaartje. Die kunnen we ook weer gebruiken. Dat is ook leuk. Nou, dit wordt dus twee kleintjes. Even kijken, wat is het formaat van ATC ook alweer? Dat is 8,4 dacht ik, of 8, nog wat. Nou weet je, ik maak hem gewoon even, oh 8,9 was het. 8,9 bij 6,4. 8,9 bij 6,4. Nou, kijk eens. Dan hebben we toch straks hartstikke leuke ATC'tjes. 6,4. Kijk en zie je, zo kun je dus in no time iets ontzettend leuks daar weer mee maken. 8,9. Nou, we hebben straks weer een setje van 4 ATC'tjes klaar. 8,9 aan deze kant. Dan houden we nog kleine strookjes over. Daar kunnen we natuurlijk weer leuke postzegeltjes nog van maken. Kijk, dan hebben we alweer een mooie basis. Nou, dan vind ik het nog wel leuk om bij deze toch nog wat extra paars hier bovenaan te doen. Bij deze mag er nog wat extra paars onderaan. We kunnen straks nog een mooi strikje er weer op doen. Leuk paars strikje of zo. Leuk designpapiertje er nog bij achter. Een ticket erop. Vlindertje erop. Hartstikke idee, klaar. Eigenlijk had ik hem een halve centimeter kleiner moeten maken, want dan kan ik hem nog matten op een mooi kaartje. Maar dat kan nog. Nou, hier kan onderaan mooi bij allemaal nog een leuke tekst. Er zitten leuke teksten. Even kijken. Let love grow. You're amazing. We hebben you build me up. En we doen even kijken. Hi, beautiful. Nou, ATC'tjes doe je vaak een beetje in dezelfde stijl.
Nou, daar kan dan nog een leuk klein strikje bij op. Uit de oudere... Oh nee, we kunnen hier die spetters nog wel op doen. We hadden bij deze collectie ook nog van die leuke spetters. Die kunnen nog mooi in die paarse kleuren weer bij op. Gaan we nu maar gewoon de speckled egg gebruiken of de walted violet gebruiken. Ik zie gewoon even een paar spettertjes overal. Bij die en bij die. Dan kunnen we nog eventjes... Waar ben jij gebleven? Een witte spetterpen erbij pakken. En een beetje witte spetters erlangs. Zo kan je ook in no time hiermee dus gewoon hele leuke ATC'tjes maken. Hier komt dus overal nog even een paars strikje bij aan en een paars ondergrondje. Of ik doe ook weer een stukje designpapier erbij aan en ja, je bent alweer klaar. Tenminste, ik hoop dat jullie ze ook leuk vinden. Dit zijn toch gewoon ja, cute... ATC'tjes om te gaan verzenden. Ja, dan hebben we dat ook laten zien. En nu hadden wij ook nog... Ik weet niet of jullie dat leuk vinden om te zien. De stift, dat is een Posca. En een Posca, dat is een acrylverf in een marker. En daar kan je dus mee spetteren. Maar er zijn allerlei verschillende manieren om mee te gaan spetteren. Dus het kan op heel veel andere manieren. Ja, de ideetjes zijn heel veel. Alleen, het is eerder een beetje tijd en dat soort dingen. Ik weet niet of jullie het leuk vinden om te zien hoe ik deze heb gemaakt. Dat is namelijk helemaal niet moeilijk. Maar het is wel leuk om te doen. Kijk, ik had vanmiddag even voor de kleurencombinatie nog wat geprobeerd. En dit waren ook wat basisachtergrondjes. Nee, dat was er een van gisteren. Voor de kleuren, nou, ik vond die wel heel erg leuk bij deze collectie passen. Nou, stenen muurtjes. Ook leuk voor stoere mannenkaarten. Stoere vrouwenkaarten. Of, ja, whatever. Even kijken, ik had daarvoor gepakt de kleur Hickory Smoke. En dit is dus aquarelpapier van Vasen Creative. En ik ben gewoon lekker een beetje met de inkpad eroverheen gegaan. Dan kan je een beetje... Wetterd Wood, dat is een iets blauwere. Die heb ik er ook overheen gedaan. En een klein beetje Frayed Burlap. Dat is een bruinige. En ja, wordt deze hetzelfde als die andere? Nee, want je kunt geen enkele achtergrond hetzelfde maken. Maar dat is ook niet de bedoeling. Dit gaan we lekker een beetje laten lopen. En dat gaan we lekker verhitten. Ja, van het stenen muurtje kan je natuurlijk ook gewoon kleine gedeeltes weer gaan gebruiken. Je hoeft niet de hele achtergrond te gebruiken. Je kan ook zeggen, ik ga eerst mijn papier op kleur brengen en dan pas met de inkt eroverheen. Dat moet je gewoon even zelf bekijken. Je kan ook een hele andere kleurencombinatie gaan pakken.
net wat jij wilt. Dit is een eerste laagje. Ik wil bij deze toch iets meer bruin nog. En nog een beetje van die hickory smoke. Dus je kan ook gewoon met je inkpet overheen. En ik had een heel klein beetje van de distress steen gepakt. En dan de kleur Scorch Timber. Dat had ik er overheen gedaan. En ja, hoe meer jij met water spreekt, hoe meer dat ook tussen de nerfjes gaat lopen natuurlijk. Ik hou wel van zo'n vliedenbadje. Dit weer even goed laten drogen. Een beetje heen en weer doen. En zoals ik al zei, ze worden allemaal anders. Ik heb nu 200 gram aquarelpapier. Ik vind dat gewoon eigenlijk wel dik genoeg om op te werken. Dit wordt toch weer een achtergrondje ergens voor. Dus dat gaat helemaal goed komen. Je kan dit natuurlijk ook met een spray doen die bijvoorbeeld een beetje glans heeft. Of met de Distress crayons. Hey, die kunnen er straks ook wel eens bij gaan gebruiken. Dat is bij deze denk ik ook wel leuk. Dit moet eventjes een beetje drogen. Dus vanavond hebben we gewoon echt even een beetje een kliederuurtje. Gewoon even wat dingen uitproberen. Soms moet je gewoon een beetje ook tijd nemen voor voorbereidende werkzaamheden. Weet je, het is gewoon soms ook gewoon leuk om samen dingen te ontdekken. Ik ga eens even kijken. Bij die andere, bij deze, heb ik gewerkt met de wax van Finnaber. Even kijken of ik die erbij kan toveren. Dat is deze wax. Dat is de Black Gold. En die gaf een hele mooie glans. Maar ik heb natuurlijk ook nog de crayons. En dit is bijvoorbeeld de Frosted Juniper. En die heeft ook een hele mooie glans. En dat kan ik er ook nog weer mooi overheen poetsen. Dan gaan jullie het straks ook zien blingen, hoop ik. Dit kan je ook nog weer met water gaan activeren als je dat wil. Een beetje van deze kleur. En ik doe er een klein beetje bruinig nog bij. De Crooked Broomstick. Dat is een beetje bruin goud. Nou, de stukjes wat dus met de inkt zijn gepakt, die kan ik nu dus wel lekker pakken. Ik ga het gewoon lekker met mijn vingers erin smeren. Het wordt wel echt een tof muurtje, moet ik zeggen. En hoe ik dit verder ga verwerken, nou ja, dat zien jullie vanzelf wel een keer. Ook leuk om hierbij die grunge collectie weer te gebruiken. Kijk toch eens. Ja, dit is toch gewoon gaaf. Nou, deze bestrating kun je nergens kopen zo inderdaad. Kijk, een beetje zo ertussen poetsen. En bij deze ga ik zelfs nog een klein beetje zwart doen.
Oh, ik hou ervan. Kijk toch eens, dit is toch leuk? Kijk, en zo met dat zwart kan je nog meer spelen en lekker overal een beetje contrast krijgen. Nou, hier kan je ook gewoon leuke kleine ATC'tjes van maken, hè? Kan je er ook leuk 3 of 4 ATC'tjes mee maken. Ik hou ervan. Kijk, dit is toch leuk. En als je dat, ik weet niet of jullie het zo een beetje dicht in beeld kunnen zien. Nou, hier ga ik gewoon, dit wordt gewoon een kaart, zeg maar. Dat kan je op 14 bij 14 snijden. En daar kan je dus weer, van alles op gaan doen. Ik ga bij deze ga ik ook wat van dat zwart nog doen. En een beetje van die broomstick. Ik word daar enthousiast van. Echt, ik had die crayons, die heb ik al zo lang liggen. En ik deed er heel weinig mee. En ik vind ze nu helemaal leuk. Kijk toch eens, dit is toch ook gewoon tof. Beetje van die kleur. Ik vind ze zo nog mooi worden. Kijk, een beetje. Deze krijgt een beetje gewoon bruin er nog weer bij tussendoor. Ik vind het helemaal leuk. En weet je wat je dan ook kan doen? Je kan dan ook je leuke stempeltje erbij pakken. Ja, je kan inderdaad ook een leuke tak uitstansen en die er overheen doen, zo'n waxiel erbij. En dan heb je toch ook gewoon een toffe creatie. Een klein beetje van die letters te overheen stempelen. Kijk, je ziet het niet veel, maar het is gewoon net dat accentje overal dat je gewoon dat het net niet meer helemaal egaal is. Ik vind het leuk. Even kijken, dat is die. En nu we dit toch... dan moet ik even mijn dekseltje zien te vinden van de inkt. Nou, die zie ik niet zo snel. Maakt ook niet uit. Ik word enthousiast en ik wil even proberen om hier gewoon ook een subtiele achtergrond nog even van te maken. Of dat wel wat, weet ik niet. Daar heb ik een beetje groen bij nodig. Even kijken, daarvoor... Ga ik de Fresh Balsam... Nee, die niet. Klein beetje Forest Moss. Dat kan je ook uitvegen met je doekje. Gewoon ook met een billendoekje kan dat heel mooi. Takjes krijgen zometeen ook nog een ander kleurtje erbij tegen. Een iets lichtere groen. Deze pakken we er ook nog even bij. Ja, dit mengt gewoon heel mooi in elkaar. Die stukjes hier, die mogen ietsjes donkerder. De specimen. Nou, mijn vaatwasser is aan, dus dat horen jullie denk ik ondertussen ook wel. Kijk, dit is toch ook wel tof. Kijk, zie je zo...
kan je straks in korte tijd ook met die embossing folders een hele leuke creatie maken in verschillende tintjes. Aan de bovenkant wil ik dan ook dat groenige een beetje hebben. En dan gaan we zo wat paarse bloemetjes nog weer tussen doen. Daar komt deze kleur ook nog weer een beetje bij tussen. Ja, wat gewoon echt een... Nee, Olly, die ligt geloof ik nu ergens een beetje te rusten of zo. Ik weet eerlijk gezegd niet waar die nu zit. Even kijken, ik wil er een beetje paars nog bij hebben. Even kijken, want ja, we zitten nu met een beetje een paars serie. Ik heb niet heel veel paarse crayons. Maar dat maakt niet uit. Dan vind ik het wel leuk om, als ik toch met deze serie bezig ben en ja, er zit dan een beetje paars in, om dan ja, toch die kleurencombinatie wel weer een beetje terug te laten komen. Het hoeft niet, maar zo zit ik dan in elkaar. Kijk, dat poets ik ook weer een beetje in elkaar. Er mag nog ietsjes meer paars bij. En mag er niks in de achtergrond komen? Jawel hoor. Het hoeft niet allemaal netjes gekleurd te worden. Het is gewoon lekker zo'n mixed media achtergrondje. Daar kunnen we straks ook weer lekker overheen gaan spetteren. Het hoeft ook niet egaal ingekleurd te worden. Ik wil nog een beetje van deze lichte groene kleur. Die gaan we ook daar nog weer een beetje doorheen poetsen. Nou, jullie zien wel, ik gebruik verschillende soorten crayons. Er zijn crayons die hebben zo'n glimlaagje erin zitten. En er zijn gewoon van die effen crayons zonder glim. Dus kijk gewoon even wat jij zelf leuk vindt. Nou, dit is toch al gewoon super tof. Kijk, dat blinkt ook aan alle kanten. Nou, daar kan je ook nog tot in het eindeloze mee doorgaan. Je kan hier dus ook gewoon lekker je kaart 14 bij 14 snijden. Of je maakt bijvoorbeeld twee kleine kaartjes, dat je er een labeltje van maakt. Je kan nog donkerdere accenten overal aan gaan brengen. Weet je, dat is gewoon, ja. Je kan hier nog eindeloos mee doorspelen. Ook hier onderaan zou dit best nog wel wat donkerder kunnen. Even kijken. Een klein beetje crèmig bovenaan. Ook daar zou je nog weer met je spetterpen gewoon lekker overheen kunnen gaan. Ja, tekststickertje erbij op. En hartstikke idee, helemaal klaar. Wat je ook kan doen is bijvoorbeeld, als jij een penseeltje hebt. En dan even kijken. Kan ook wel gewoon met die crayons. Dat je zegt van, ik ga bijvoorbeeld in die vakjes, ga ik af en toe nog weer een accentje maken. Je kan hier met een zwarte pen, kan je nog weer schaduwen gaan tekenen. Je kan er gewoon zoveel leuke dingen mee doen. Dit is gewoon echt weer een lijn waar je, ja, tot in een eindeloze eigenlijk wel mee kan spelen. Ik heb nu gewoon even een aantal dingen dus laten zien.
wat je met deze collectie kan. Nou, de embossing folders, die zijn dus gewoon onwijs tof om ook gewoon mannenkaarten mee te maken. Hier kan je ook weer leuke kleine ATC'tjes van maken. Of je kan de collage art van maken. Je kan er nog stansjes van vlindertjes op doen. Ja, wat eigenlijk niet. Nou, dit was dan ook nog een stenen muurtje. Dit was een gedeelte waar dus zo'n leuke Polaroid weer bij kan. Een tekstje erop. En ik had nog wat leuke ATC'tjes gemaakt. Daar kan je nog weer een basiskaartje achter doen. Of je maakt er gewoon een kaartje van dat je er bijvoorbeeld zo twee achter elkaar gaat plakken. Je kan hier zo'n Polaroid frame achter maken. Je kan er een labeltje van maken, weet je. Ik heb heel veel ideetjes, alleen momenteel even weinig energie en tijd. En dan ontbreekt het wel eens aan het afwerken van alles. Ik ga proberen zo snel mogelijk toch het een en ander nog af te werken. Maar ik wilde in ieder geval ook gewoon laten zien hoe leuk deze collectie is. Wat je er onder andere mee kunt doen. En ja, ik nodig jullie ook zeker uit om er zelf lekker mee te gaan spelen. En ook van alles ermee uit te gaan proberen. En ik kijk uit naar jullie creaties ermee. Voor nu wil ik jullie weer heel hartelijk bedanken voor het meekijken. En heel graag tot de volgende keer dan maar weer. Doei doei!